Hallo allemaal. Wij zijn Iñaki en Pieter van Jeugddienst Globerink. En wat doen we bij Jeugddienst Globerink? Wij doen ongelooflijk vette projecten met jongeren in het thema van duurzaamheid, overal in Vlaanderen. Zo hebben we het KRAS-project, het scholierenparlement eigenlijk, waar we met jongeren in debat gaan over mondiale thema's. Zo hebben we ook Eco-Shizzle, waar we speelpleinen zo duurzaam mogelijk of zo ecologisch mogelijk maken. Maar er is iets mis. We zijn nog niet in Berlaar. Voilà, we dachten, we gaan gewoon eender wat, Vogelepiek, Berlaar. Waarom niet? Gewoon naar Berlaar. Daar zijn we nog niet geweest. Daarom zijn we op zoek naar 10 jongeren. Exact 10. 11 mag niet mee, 9, we doen het niet. Om een uitstapje te doen, gewoon. Weekendje weg. Het is te zeggen, we gaan naar Rijssel. Met 10 Berlarenaren. Naar Rijssel. Als in Lille. Niet de Lille bij jullie in de buurt, maar Lille-Rijssel, Frankrijk. Gewoon het land uit, grens over. De verre Lille. En daar gaan we zien hoe we Berlaar beter kunnen maken voor de toekomst. Omdat dat een vette stad is. Rijssel, er gebeurt van alles. Nieuwe hippie shit. Dat moet ook in Berlaar gebeuren. Dat gaan we doen. Voilà. 24 uur. Zeker wel. Denkt je nu, ik wil eigenlijk wel graag, want ik ben van Berlaar en ik wil wel graag eens naar Lille. Rijssel dus. Zou dat dus iets voor jullie zijn? Komt dan af. Onze eerste kennismaking is op 8 december. De details zullen de mensen in uw buurt wel aan u duidelijk maken, want die weten wij niet. En in februari gaan we naar Rijssel. Voilà. Check. Berlaar. Dag.